Welkom allemaal bij Marijke's Brandend Vragenvuur. Iedere sessie beantwoord ik vragen van jongeren. Als je ook een vraag hebt, vind me dan op social media. Zo maak ik de wereld mooier. Bijna net zo mooi als ik. Kijk maar goed. Zou je wel willen, hè? Van Brechtje A hebben we de vraag... Beste mevrouw Helwegen, nu er een alcoholverbod voor jongeren onder de 18 is... drinken mijn vrienden thuis in voordat we uitgaan. Nu willen ze de volgende keer wodka via de oogbol nemen. Dan word je sneller dronken. Is dit slim? De laatste keer dat ik alcohol op had, dat was in 1995. Dat was een beste sap. Het gaat eigenlijk tegen mijn principes in om alcohol te gebruiken. Nee. Alcohol breekt namelijk lichamelijke en schoonheidsprocessen van het lichaam af. Maar omdat ik geen enkele vraag uit de weg ga in Marijke's brandend vragenvuur, ga ik het nu voor jou proberen. Harry, Harry, kun je de wodka even aangeven? Hoe zou dat nou gaan via de oogbol? Nou Brechtje, ik denk dat we voorzichtig kunnen concluderen dat het nuttigen van alcohol, wodka via de oogbol, geen goed idee is. Ik hoop volgende keer op een vraag die letterlijk iets minder brandend is. Tot snel!